Carlos Sainz heeft zijn eerste dag bij Ferrari doorgebracht aan de hand van een rondleiding door de fabriek. Dat heeft teambaas Mattia Binotto onthuld. Nadat zijn tweejarige campagne bij McLaren op zijn einde was gelopen, werd Sainz afgelopen vrijdag voor het eerst in het Ferrari rood onthuld. Zijn eerste taken bestonden onder andere uit het ontmoeten van de ingenieurs, passen van zijn nieuwe stoeltje en een lunch met Binotto en zijn nieuwe teammaat Charles Leclerc. Sainz beschreef het dragen van de kleuren als best bijzonder en voegde daarbij het volgende aan toe. Het is een speciale dag voor mij in het algemeen. Een dag die ik nooit zal vergeten. En vanuit mijn kant ben ik er helemaal klaar voor. Ben volledig gemotiveerd. Ben helemaal opgefrist voor deze nieuwe uitdaging. Er zal wat kerst zijn, wat feestdagen om los te koppelen. En om ervoor te zorgen dat we de batterijen zo snel mogelijk weer opladen. Om eerlijk te zijn kan ik niet wachten. Mijn eerste meetings heb ik al gehad. Mijn eerste kijkje in de fabriek is iets dat ik nooit zal vergeten. En ik kan niet wachten om volgend seizoen meer te doen. Zijn nieuwe teambaas Binotto heeft onthuld dat het inleidend programma van Sainz erg licht was. Het was erg belangrijk voor hem om een rondleiding door de fabriek te krijgen. Zoals een toerist zou kunnen doen. Zodat hij in ieder geval weet waar Maranello ligt, waar de kantoren zijn en waar de afdelingen zijn. Sainz te helpen bij zijn integratie in het team. En omdat er slechts één driedaagse pre-season test in Barcelona tussen 2 en 4 maart zal zijn, heeft Binotto onthuld dat de Spanjaard in januari minstens één dag achter het stuur van een 2018-auto zal zitten op het privécircuit van Ferrari. De tests in januari zullen de eerste echte aanraking zijn met de Ferrari-auto op de baan. Het is een oude auto, maar wij vinden het een belangrijke test om te wennen aan onze procedures, de manier waarop we communiceren met de ingenieurs, om het gevoel te krijgen bij zijn ingenieur en het team zelf. Dus dat is wat we gaan organiseren. Binotto heeft ook bevestigd dat de auto van volgend seizoen door het leven zal gaan als de SF21, waarvan hij erkent dat het een hele simpele naam is. Hij zei, dat is omdat we denken dat volgend jaar een overgang is naar 2022, dus laten we de SF21 de naam van de auto houden. Het zal zeker een deels bevroren auto zijn, qua ontwikkelingen dan, met een chassis uit 2020, dus dat is hoe het is. Misschien viel het jezelf ook al op, maar waar was Max Verstappen nou tijdens de donuts? Tijdens de laatste race van Abu Dhabi. Nou, in Abu Dhabi had de FIA met Mercedes en Red Bull afgesproken dat er door de top 3 donuts zouden gedraaid worden als afsluiter van dit seizoen. Hamilton en Bottas die kwamen netjes opdraven, alleen Verstappen was nergens te bekennen. En op die manier stonden er maar 2 Mercedes'en met gierende banden op het asfalt. Verstappen die had al zijn bolide geparkeerd. Nou, waarom deed de Nederlander eigenlijk niet mee? Dat vroeg Mercedes zich af. Men deed dan ook navraag bij Red Bull Racing en het bleek een stukje miscommunicatie te zijn. Zo vertelt James Vowles, die de hoofdstrategie doet bij Mercedes, in een debrief video op het YouTube-kanaal van Mercedes. Dat was hem dan, de GP Fans News Special van maandag 21 december. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!